Jongens, maar Max is er wel hoor, goedemorgen. Wat zeg je? Ik zeg Max is er wel, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Nee, maar ik dacht dat je, omdat Joop het tweede uur spreekt, ik dacht dat je dan fysiek voor hem aanwezig zou zijn. Hij kan komen. Goedemorgen. Goed. Ik ben niet met mijn verstand tegen. Wij waren gebleven bij Pasuk. Nee. Ja, dat, ja. En als je dorst hebt, dan kun je hier gewoon in een hutje zitten. En dan kun je water drinken, het goede water. Ja. Dat komt uit de bron helemaal van bij de kooi waar het van Hedron zit. Het elite water dus. Ja. En dan moeten we beginnen met prostitutes. Nadat Boas haar dus had toegesproken, wat Tippo al probeerde, en zij viel op haar aangezicht, waar je stago. Zo. En zij boog zich op de grond. Maar Tomalaf. En zij zei tegen hem. Madua motsosi geen benecho. Waarom vind ik die gunst in uw ogen? De vertaling is hier iets. Waarom houdt u zoveel rekening met mij? Wat zegt jouw vertaling? Waarom heb ik in uw ogen gunst gevonden dat gij mij enzovoort? Wat takireni? Lakireni, dat u mij herkent, wou Nochi en ik toch Nochi, ja, ik ben een vreemdeling voor u. Waarom houdt u rekening met mij terwijl ik toch een vreemde ben? Dat is wel heel een beetje vrij vertaald, dat is heel ver weg van. De tekst, ook als je de moderne termen verhaalt. Want bijvoorbeeld, hij zegt niet la hakirein, dat vertaalt hij verder niet. Dat u mij herkent. En dat vertelt hij niet. Dat vertelt hij helemaal niet. Nee, hij vertelt het niet. Oké. Het woord hakireni, wat betekent het? Is het van Jakir? Herkennen. Herkennen, ja. Waar Jakir bij Jacob, wanneer de broers het in bloed gedoopte veelkleurig kleed laten zien, dat Jakireni herkent het. Jacob herkent dat is het kleed van zijn zoon Jozef. Ja. En bij Jacob en Jozef herkenden zijn broers bij Heimler Jakiru, maar zij herkenden hem niet. Ja. Ja. En we zeggen het ook in de Mishnah in Brachot. Wanneer mag je Shema zeggen, vanaf het moment dat je herkent, of dat je je goede vriend herkent op een afstand van 4L, of dat je het verschil ziet tussen blauw en groen. Daar wordt ook die term bayak hierin. Toen waren ze nog niet bekend met het verschijnsel van kleurenblindheid. Nee, als je kleurenblind was. Dan kon je nootje maar zeggen. Dat deed je met je vriend. Nee. Het gaat natuurlijk over het normale. Ja, maar dat is het werk. Geen afwijkingen. Dan vind ik de Gerrit Wagamon, dus tussen groen en blauw, vind ik moeilijker te herkennen. Er moet wel behoorlijk licht zijn alweer. Ja, dat is de grens dus. Ja. De Targum, Onkelos, die vertelt heel uitgebreid wat Roes hier vertelt. Madein Askoch is Rachamim. Waarom vind ik Rachamim gunst? Ben je nog in je ogen? Le iste modo usni, dat u mij herkent. Dus hij vertaalt heel expliciet het woordje herkennen. Het is een beetje jammer
Dat is hier in de Nederlandse vertaling dus wat weg. In de oude spelling wel. Ja, oude. En waarom is zij daar zo, waarom vindt dat zo vreemd dat zij, dat hij haar herkent? Ja, want eigenlijk is het niet herkennen, maar is het erkennen. Want, de betuiging gaat verder, we know, want ik, ja, herkennen, maar erkennen is meer expliciet. Niet alleen, ik herken u, maar ik erken u, ja, u mag er ook zijn. Ja, je hebt ook mensen die je herkent, maar die wil je niet zien. Daar wil je niet van weten. Ja, waarom, zegt zij, ik ben blij, waar heb ik het aan te danken dat u mij erkent? We aannomen, amon, nogo, ik ben van een vreemd volk. Me benat hon, de Moab, van de dochters van Moab. Ome amon, en van een volk, en dan krijg je het. De Lord Itke, die niet de verdiensten hebben, le mee al begnist Hashem, toe te treden tot de Bnei Israel. Ik ben de dochter van Moab. En de Moabieten mochten niet trouwen met de... Dus waar heb ik het aan te danken dat u zo aardig tegen me bent? Dus dan heb je dus een echte uitleg van wat hier precies staat. Ja, dat valt natuurlijk een beetje weg met deze vertalingen. Maar dat is hoe de tuiging dus. Ja, maar dat is... meer een strikte vertaling, geen uitleg. Ja, natuurlijk. Als je gaat vertalen, je moet dit allemaal bijleggen, dan is de vertaling ook niet meer hanteerbaar. En dit zegt zij nog, dit zegt Roes nog, ik ben van de dochters van Moab, ik mocht hem niet toetreden tot de Israël. Dat was toen nog niet zo bekend. Later, in de tijd van koning David, dan wordt bekend. Nee, dat verbod geldt alleen voor de mannen, maar niet voor de vrouwen. Als dat toen al bekend was geweest, dan had Roes dat natuurlijk niet hier gezegd tegen Boaz. Hier is verder geen rasje, maar dat is wel een man. Een korte man. Welke is dit? Joeps. Ja. Wat tippel. Gewoon bovenaan. Dit is nu pagina. En die term tippel, daar komt ook het Nederlandse woord tippelen vandaan, vallen. Ja. En dat, gewoon taalkundig is dat wel leuk, want daar komt het woord Nederlands tippelen van. En wat betekent tippelen? Vallen. Ja? Gevallen vrouw. En daar komt ook weer zo. En die term gevallen vrouw. Heel duidelijk verbonden met dat tippelen, met dat tippel. Max wordt er opgewonden. Ja, Max? Nee, ik ben een beetje afgeleid. Het is goed. Oh. Ik ben afgeleid. Nee. Ik ben benieuwd. Ik heb een hele grote vandalen van mijn schoonvader. Nee, dat is toch wel een deel. Dat zijn echt drie dikke delen in Moerijn. Dus ik kijk of ze dat... Heb je dat nog geluid? Waarom niet? Oké. Okay. Ja. Maar dus zie je hoe die talen, die termen met elkaar verweven zijn. Ja. Het is vallen, gevallen vrouw, tippelen, batippo. Batippo! En zij viel op haar aangezicht en vraagt, maar door moet ze heen. Waarom vind ik gunst in je ogen? Wat zonnelama, daarmee wordt bedoeld. Shema, she'ato, mekavasi, dat wat jij mij dichterbij brengt, jij benadert mij, ja, ik mag in de buurt van jou zijn, kolkach, zoveel, je, is dat, omitzat, is dat, of vanwege, she'ani be'atsmi mezotzi geen, is het dan omdat ik zelf gunst vind in uw ogen, sharisi bidobe, toch dat u iets goeds aan mij hebt ontdekt, of, mitzat she atomakias mispachti. Of misschien is het vanwege mijn familie dat u zo aardig tegen me bent. Tase zot lemanche, misschien doet u dit allemaal vanwege hun, maar niet vanwege mij. Dus dat is haar twijfel een beetje. Waarom doet u dat? Ja, maar ja, eigenlijk kunnen zeggen op zijn gewoon Nederlands, het klikte misschien. Dat moet je niet te simpel.
nou, vraag, misschien bedoelt ze dat. Ja, heeft u, vindt u iets in mij echt aardig of moet het gewoon vanwege de familie? Nou, ja. Dan vraag naar de bekende weg, zegt u dus. Al erger op de eerste, wat betreft, doet het vanwege mijzelf, omal, maar door moet zich geen. Waarom vind ik gunst? Maar tof, als je is er niet. Wat is het uit goede dat u in mij ziet? We al Hashem, een tweede omro, en een tweede vanwege de familie. Hallo, onnogi, nog hier. Ik ben een vreemdeling. Ja, ik ben wel bij, ik hoor bij de familie, maar ik ben toch een vreemdeling. Ik ben een Moabitische. Dus ik wil graag weten wat er eerder in haar persoonlijk had gezien. Dat hebben we al gezien in de Hashem in de Moabie. En ze was een wijze vrouw. En ze was een sneeuw, en ze was een snoewa, en ze was een ingetogen vrouw. Wijs was ze, want ze bleek de wetten van Lek het Schikrapij heel goed te kennen. Ze had haar huiswerk goed gedaan. En ze was ingetogen aan de manier hoe zij bukte om de arend op te halen. Dus, misschien bedoelt hij dat, maar daar vraagt ze dus naar. Wat is het nou wat zo specifiek voor mij is? Zo specifiek voor mij is. Vallen tussen de anderen. Ja. Maar dan komt het antwoord van Boas. En dan gaan we verder een beetje in de familie. Jud Alef. Vayaan Boas. En Boas antwoordt. Vayomalo. En hij zei tegen haar. Hugat li. Er is mij heel expliciet verteld. Die dubbele uitdrukking. Hugat is dus heel duidelijk verteld. Kol asher asit et chamotech, alles wat je gedaan hebt met je schoonmoeder, achre mot, zeg, nadat jouw man is overleden, ja, nou, ja, dat is een hele mooie vertaling natuurlijk. Hè? Als er dubbele uitdrukking staat, dan betekent het expliciet. Het is precies verteld. Dus, ja, nauwkeurig. Ja, klinkt ja. Nog iets explicieter. En dit is wat moderner was. Het is mij precies verteld. Nou, daar breekt je wel heel goed uit uitdrukken. Dat er meer staat dan vertellen, staat een dubbele uitdrukking. Dus ja. Nauwkeurig, precies. Namelijk... Alles wat je gedaan hebt met je schoonmoeder, aangeven was die zegt nadat je man is overleden. En Amalbu gaat door het rijk vertellen waarom het laatste stukje erbij moet staan. Maar Taazwi Ovig, weet mij, dat jij hebt verlaten, je hebt afscheid genomen van je vader en je moeder. De Eretz Moladetijg en jouw geboorteland heb je achter je gelaten. Dat is ook een hele mooie, dat is een mooie uitdrukking. Je hebt achtergelaten, zwijg, je hebt het verlaten. Batel Gel Am, en je bent meegegaan naar een volk, Asher Lo Yodat, dat jij niet kende, Temol Shilsham, niet gisteren en niet eergisteren. In de oude spelling wordt gesuggereerd. De oude vertaling of niet? Ja, of in, sorry, de oude vertaling wordt volgens mij gesuggereerd dat de Gioer toen al was geweest, want het staat. Verlaten hebt en overgegaan zijn. Oh, nou, daar heb je. Dus hij bemoeit zich met een discussie. Ja. Waar wij al ook al. Ja, daarom. Ja, oké. Okay. Maar overgegaan bent tot later of alleen overgegaan? Overgegaan zijn tot een volk. Ah, oh ja. Nou, dat is de Gier geweest. Dat is de Gier geweest. Ja. Maar, dat kan nog altijd zijn. Mooi gezegd. Volgens de Malbim, er staat dus niet bij wanneer dat was. Nee. Maar ook volgens de Malbim heeft hier in ieder geval de Gio plaatsgevonden. Maar Boas wist dat volgens deze vertaling dus al. Ja, Boas heeft die vertaling gezien, hè, dus hij wist dat. Hij had een erfje gekregen. Ja. Maar het is leuk hoe je dus uit die vertaling daar een heleboel kunt concluderen. Ja. Hè? Ja.
Nou, laten we eens kijken. Bajaanbos. En Bos geeft antwoord in de Malden. Dat is nog steeds geen asje. Bajommeren, dat zegt hij aan haar. Maasje Bos, geen beest. Dat, hebben we dat? Ja. Je doet alles. Hè? Dat je gunst hebt gevonden in mijn ogen, hoe met mij sneden wordt. Dat is vanwege twee redenen. Allereerst, Kihugatli, wat mij is verteld, Kol Asher Sitrahamreg, alles wat jij gedaan hebt voor je schoonmoeder. Want, zegt hij, en hij kent de verhouding waarschijnlijk heel goed, Shazay Moran, dit toont, de manier hoe jij met je schoonmoeder bent omgegaan, altief middels. Over jou, dat toont jouw goede eigenschappen, betief lebeg, en jouw goedhartigheid. Namelijk Lerof, wat meestal Hakala, de Kalle, de schoondochter, Sonas Eschamoso, die is dat hele sterke term, haat haar schoonmoeder. Maar wacht even, we zijn nog niet. Bevraat zeker, Agrei Moshe zegt, zeker nadat jouw man is overleden. Daar bedoelt hij mee te zeggen, waarom staat dat erbij, dat jouw man is overleden? Want over het algemeen, zelfs als de verhouding misschien wel redelijk goed is tussen schoondochter en schoonmoeder, ja, maar dan, wanneer de man is overleden, dan hebben ze helemaal niks meer met elkaar. Nee, dan is zij de ex-schoonmoeder. Ja, ik lees wat hier voort. Ja. Maar dat... Nou, er is niks nieuws onderzond. Ik bedoel, dat komt heel vaak voor. Nog altijd. God, dat niet mee, daar gaat niet om. Maar Ik zal dit stukje even een klein stukje afmaken. Ja? En dan zal ik zoiets vertellen over een ander. Bij leven van de man gedoopt. Ja. Dus ik zal zo direct even uit de Malbim, uit Brecht, iets nog iets vertellen daarover. Maar goed, dus gewoon het feit hoe jij zo respectvol en zo bekoverdig omgaat met je schoonmoeder, zelfs nadat je man is overleden, dat klinkt bij mijn respect af. Bij Adhu Yisilo, Le Ozer, en jij bent echt voor haar gebleven, een hulp en een steun. Ondersteuning. En dat is Ozer en niet Ozeret. Hè? Nee, ja, Ozer, maar nou, we zeggen het dagelijks in de. Het feit dat zij hier het geld gaan om arenden te verzamelen voor haar schoonmoeder, dat is goed. Dat heb ik dus verteld. Dus dat is mij verteld. Door Hashem in het tweede, hoe haar Gerus. Dat je bent toegetreden tot Jodendom. Shehi Lamet Shinshin, dat is Leshem Shemayim. Dat is echt geweest Leshem Shemayim. Niet vanwege jouw man of niet vanwege jouw schoonmoeder, nee. Sheloba wo ezepenie, niet vanwege enige reden dan ook. Me ezeto elis, iets van niet, of dat je een of andere externe motivatie hebt om daar beter van te worden. Zitastica al je kennen, dat je daarom Joods wilde worden. Nee, het was echt Leshem Shemayim. Want hoe weet ik dat? Hoe weet ik dat Leshem Shemayim is? Hoe kun je zoiets zien? Je kunt niet in het hart van de medemens kijken. Maar als je hallo als weeg, want je hebt toch verlaten, of weeg je vader, de immer geen moeder, vertel geen am, als je dat, je bent meegegaan met een foto dat je helemaal niet kent. Je bent meegegaan, je bent gegaan. Bij hem kijken. En daardoor, hoor jij Gerus Leshem Shemayim, weten we dat ik hier. De Shem Shemayim. Dat ontleent dus allemaal uit die stukjes uit de pasuk. En nu weten we ook weer opnieuw, dan gaan we terugkijken naar de pasuk. Bajaan Boaz zei, hoe gaat dit? Hoe hadden we dat verteld? Er is mij heel nauwkeurig of heel expliciet verteld. Nauwkeurig. De Malbim zegt iets anders. Hoe gaat li? Staat twee keer hoe gaat. Twee dingen zijn mij verteld. Hoe respectvol jij omgaat met je schoonmoeder. En mij is verteld dat jij Megaya bent geweest. En aan de Gio kan ik zien dat dat Leshem Shemayim was. Want daar staat ook in de posit. Je hebt je vader verlaten, je hebt je moeder verlaten en je geboorteland verlaten. Dus dat zijn al die kleine stukjes in de posit die dus terugkomen. En die brengen het boos tot de conclusie dat hij een positieve mening had over Roes. Ik heb wat jaren geleden hoor. Toen hadden ze te maken met een groepa, aanstaande groepa van een bruid en bruidegom.
Je meestal, nou, tegenwoordig tijd niet. Britannen. Ik neem mijn dochter wel eens mee, maar het is niet van de, reform. Maar ik vind het vreselijk. Dat, ja, zelfs als ik gevormd zou zijn geweest, zou ik afscheid van ze hebben genomen. Maar goed. En de bruid, de Kalla, die was een kriker. Een Geurs. En zij kwam uit een heel streng christelijk gezin. Nou, ik vind het net zo erg als Joden. Dus ja, die vader, de moeder, die hadden het niet meer. Want zij zagen dat zijn dochter, die ging voor hel en verdoemenis. Ja, dat was emotioneel heel zwaar. En voor haar was dat heel zwaar. Voor die ouders was het ook heel zwaar. Enzovoort. En toen belden ze de dag voor de groep. Belden ze op. Helemaal, ja, toch heel triest. Haar vader weigert naar het huwelijk te komen. Nou, we zijn toen samen naar het huis van mijn ouders gegaan. Dan hebben ze te praten en proberen uit te leggen. Maar uiteindelijk zijn ze wel gekomen. Maar ik heb er wel. Eigenlijk kan het heel dramatisch zijn. Ja. Zowel voor de ouders en voor haar ook. Dat gebeurt nogal vaak. Maar dat was heel specifiek. Ja, ze was helemaal tranen. Vader en ze hadden een hele goede band met ouders. Maar dit was een breekpunt. Dus. Ja. En die ouders zijn helemaal bezitten. Hè? Het kind dat geeft de hemel op voor. Maar goed. Er komt veel meer bij kijken, natuurlijk. Dat op een gegeven moment. Is ook duidelijk, bijvoorbeeld, hun kind niet meer bij hun kan eten. Nee, dat die sociale isolatie, dat is een isolement, dat is... Dat is dramatisch. Ja, dus dat is, en als iemand dan zo ver komt, ja, dan zegt Boas, dat is de chef. Dus. Ik weet wel dat die jonge man, die komt bij de opera bij. En die zegt ook maar bij een rabbi, ik wil graag Joods worden. Waarom wilt u Joods worden? Ja, ik wil Joods worden. Ja, ik moet wel uitleggen waarom. Een meisje. Zegt u eens eerlijk. Is er misschien een Joodse jonge dame op de achtergrond? Nee, je gaat niet op de voorgrond. Dat mag het dan niet. Ja, ik weet niet. Dat is tegenwoordig wel iets gemakkelijker. Zover gaat het verhaal. Oh ja, er is nog iets over de verhouding. Schoondochter en schoonzoon, schoondochter en schoonmoeder, dat is kennelijk toch een bepaald beeld. Er zijn tienduizenden moppen over. Ja, nee, dat is een Malbim. Hier de Malbim zegt eigenlijk, ja, uit de praktijk spreekt hij waarschijnlijk, ja, je schoonmoeder, jouw man is overleden, dus jouw band is al... familiale band bestaat. Er zijn geen kinderen. Jouw kinderen zijn niet haar, er zijn geen kleinkinderen van haar. Jouw schoonzusje, Orpa, ja, die is ook teruggegaan naar haar ouderlijk huis. En Roes was nog niet alleen een Moabitische vrouw, ze was de dochter van Eglon, de koning van de koning van. Ja, dus alles had ze achtergelaten. Ja. Ja. En dat ze dan toch in die situatie die band had met haar schoonmoeder. Nou, dat vind ik bijzonder. Exceptioneel. Ja. In het Jiddisch heet een schoondochter een snier. Dat is de term. Geen zwiegerdochter, dochter, maar een snier. De schoonmoeder, schwiegermoeder, maar een snier. En waar die naam vandaan komt, dat weten we niet, waar die term vandaan komt. Maar dat bespreken we met een snier, dat is mijn schoonvader. Schoonvader zweert, dat is ook. Ja, nee, daar wordt ook weer de nodige grappen over gemaakt. Maar deze term vandaan komt. Maar dat is wel een Malbim in Bereisjes. Wanneer Chava wordt geschapen, dan wordt zij geschapen uit het lichaam van Adam. Dus eerst heb je een Adam en een Chava samen, een soort samenstelling van een mannelijk en vrouwelijk element. Ja, en dus Adam is op dat moment, Chava is op dat moment
onderdeel van Adam. Nou, de Mobi gaat er heel uitgebreid op in hoe dat geestelijk allemaal spiritueel werkt. En dan wordt Chava dus losgemaakt van Adam. En dan ontstaat een hele andere verhouding. Dan zijn ze gescheiden. Maar ook dan de verhouding, dan wordt ze dienstbaar aan Adam. Ja. En hij wordt dienstbaar aan haar. Een hele lange verhandeling. Maar daar spreekt de Malbim over Chava Rishona en Chava Shnia. De eerste Chava en de tweede Chava. Zo deelt hij dat in. Ja. Chava voor de scheiding en Chava na de scheiding. En daar wordt zich genoemd Chava Shnia. Dus ik heb er vorige paar weken over gesproken. Zou dat misschien de bron zijn? Ja? Want die verhouding wordt helemaal anders tussen Adam en Chava nadat ze van elkaar fysiek gescheiden zijn. Ja. Kan het niet zo zijn dat er niets van Chava was? Ze is ontstaan uit een rib. Maar daarvoor wil niet zeggen dat er iets was wat op haar leeft. Het is een nieuwe creatie. Nou, dat zegt dus de Mormon dus niet. Dat zij geschapen waren als een eenheid van man en vrouw. Er was, in Adam was mannelijkheid en vrouwelijkheid. Maar dat is dat de algemene mening? Ja, dat is de algemene mening. Toen was het al transgender. Want na de schepping van Adam was de schepping compleet. Als Chava nog daarna geschapen was, als aparte, als een nieuwe identiteit, dan was de schepping dus niet compleet na Adam. Okay. Ja. Dus moet er Chava daar geweest zijn. En er is nog iets, er is ook dat Hashem zegt aan het einde van de zesde scheppingsdag, de pasuk zegt, Bayar Elokim Kitov. Hashem zegt dat het goed was. En tof betekent shalem, betekent compleet. Alles was er. Dus Adam en Chava waren er. Ja, maar wacht even. Wanneer werd Adam in diepe slaap gebracht? Dat was dus na de... Nee, was allemaal op die vrijdag. Een hele drukke vrijdag. Erev Shabbos. Heel drukke. En niet alleen dat. Ze waren geschapen op die vrijdag. Ze hadden gemeenschap met elkaar die vrijdag. De slang zag dat en die werd jaloers. En toen komt het verhaal van de slang. Met de vrucht van de boom enzovoort. En de straf. En nog voordat de Shabbos was, woonden ze al buiten het Gan Eden, buiten het paradijs. Dat stond de Gemara's in het Sanhedrin, stond het allemaal op. Het allemaal voor Shabbos. Ja, dus daardoor komt het dat wij het altijd vrijdag hebben, altijd zo druk. Ja, dat hebben we al van heel lang geleden. Was het druk. Vooral in de winter. Ja. Ja, ook daardoor is de redenering acceptabel dat de dag van toen geen dag van nu was. Ja. Je bedoelt de scheppingsdagen enzovoort. Het kan ook 1000 jaar geweest zijn in één dag. Daarom. Ja. Nou, daar zijn heel veel theorieën over. Ja. We kunnen ook nu op ingaan, maar... Nee, want daar kom je toch niet uit. Jawel, dat is een hele mooie theorie. Hoor. Oh. Ja, dat is een mooie theorie. Misschien iets voor een volgend onderwerp. Ja. Over de ziel. Over de snelheid waarmee het ging met Simon Breuer. Nee, maar Simon Swaap. Die heeft daar hele mooie theorie over. Het heeft helemaal onderbouwd wetenschappelijk. De hele schepping beweegt zich met een snelheidsfactor X. Van? Een snelheidsfactor X, een bepaalde factor. Dat betekent de 24 uur waarin de aarde nodig heeft om op de as te draaien. De hartslag van de mens. Het systeem van de natuur. Wanneer de blaadjes aan de bomen komen. Wanneer de blaadjes. Ja, wanneer de koeien gaan kalven. Dus allemaal met een factor. Allemaal met elkaar verbonden. Ja. Wat gebeurt er nou? Als er nog koeien zijn. Hè? Een paar jaar weten we niet meer wat koeien zijn. Ja, maar hopen dat het gaat. Maar, Simon Swaap, die zegt dus, stel nou, en daar heeft hij een andere onderbouwing voor, stel nou dat je die factor X vermenigvuldigt met
factor y. Dan gaat alles één keer zoveel sneller dan x. Als het voor de hele schepping geldt, dan merken we er niets van. Zolang ook maar door die y keer x de aantrekkingskracht van de aarde ook weer vermenigvuldigd wordt. Want anders vliegen we er allemaal af als het veel harder gaat draaien. Maar dus als al het hele systeem die snelheid vermeerdert of vermindert via de veldjes factoren, dan merken we er niets van. Nou, dat gezegd hebben we, de aarde werd geschapen met een enorme snelheid, een veelvoud van wat wij kennen, 24 uur in een etmaal, 60 minuten in een uur enzovoort. En wat is dat? Dat is moment nul bij de schepping, moment 1 eigenlijk. En in die 6 dagen schepping gaat de snelheid van factor y keer x naar x. Dus die snelheid neemt heel drastisch af. En die medische snelheid is onderdeel ook van het hele scheppingsproces. De krachten die daar ontwikkeld zijn, die helpen mee met de schepping enzovoort. Maar op dag 6, wanneer tijd echt gaat gelden, wanneer gaat tijd gelden? Bij de mens. Dan zijn we al aangekomen op factor x. En dan zijn we aangekomen op 24 uur in een etmaal. 60 minuten in een uur, 60 seconden in een minuut. Maar die dagen daarvoor, die snelheid was veel hoger. Dus dat kunnen we zo zeggen. Dat zijn misschien wel die miljarden jaren. Nou, Rav Shimon Swaap is iemand die het gezag heeft om dergelijke dingen te vertellen. Dus door alleen te zeggen van, ja, die miljoenen jaren is onzin, daar zijn we niet mee. Ja, onze normen. Ja, ja. Maar hier heb je dus een theorie. Dan is er nog een andere theorie, die is van de Lubavitcher Rebbe. Dat is ook heel interessant om die inhoudelijk door te nemen. Maar die komt tot het volgende, dat om allerlei redenen, en dan gaat het geestelijk beschrijven, dus een beetje esoterisch, maar de schepping is geschapen zoals wij die hebben. Dus met alle elementen van ook vroegere werelden, alleen maar voor om ons uit te dagen en de challenge van, hoe kijken wij ernaar? Kijken wij naar de leeftijd van de wereld zoals de Torah die kent? En laat ons afleiden door allerlei vragen die we hebben over skeletten en over dinosaurussen enzovoort. In onze wereld is de wereld geschapen met alles erin, ook van oude componenten. Dat is alsof je een antieke kast ergens koopt. Voor jou is die nieuw, maar die kast heeft een heel ander bestaan gehad. Ja? Alleen zo is de wereld geschapen. En dan is er nog een derde theorie, dat is van de Tiferes Hasholem, Rav Lipschitz, die schrijft, de Tiferes Hasholem is een verklaring op de Mishnah. Het staat onderaan. En het heeft nogal een beetje voet in aarde gehad om zijn verklaring op te nemen in de bekende drukken van de Mishnah. Onder andere vanwege een drasha die hij heeft gehouden op Shabbos HaGodol. Ja. Ik dacht in Danzig, dacht ik. En daar heeft hij, dat moet een hele lange drasha geweest, want het zijn pagina's. Dus, dat was een hele Shabbos HaGodol, maar echt een Shabbos HaGodol. Maar daar schrijft hij dus over het zoologisch museum in Petersburg. Zo beschrijft hij dat. En daar staat het grote skelet van een enorme prehistorisch monster. Ja? En dan zegt hij, ja, het is niet aan ons om te zeggen dat die nooit bestaat. Want dat skelet staat er. Ja? Maar hij heeft een hele interessante theorie. Die zegt dat de wereld, deze wereld waar wij in leven, is geschapen 5600 zoveel jaar geleden. Dat is deze wereld. Maar voor deze wereld waren er al 4 andere werelden. We leven nu in de 4e wereld. En iedere wereld bestaat 6000 jaar. En we hebben nu nog 250 jaar te gaan. Dus we hebben niet zoveel meer te... Daar hoeven we niet zo zorgen over te maken. Maar goed, ja. Dus alles wat je vindt aan prehistorie, dat zou overblijvend kunnen zijn van de vorige wereld. Alleen het is voor ons helemaal niet relevant. Want wij hebben geen enkele herinnering aan voorgaande werelden. Er is geen enkele referentie in de Torah. De Torah is gegeven op de berg Sinai in deze wereld. En hoe de geschiedenis voor die tijd was, dat weten we niet. Dat is afgesloten. Ja. Dus, maar wat je vindt aan
Nou, wat wij dus al die miljoenen jaren. Aan fossielen. Over, aan fossielen, dat is misschien, zo zegt hij. Dat, ook met het woord misschien erbij hoor. De overblijfselen van die voorgaande wereld die vernietigd zijn. Want onze wereld was ook bijna vernietigd. Als het niet voor Noach was geweest met die paar mensen op die ark, was deze wereld ook weer vernietigd. Nee, het wordt bijna weer vernietigd. Kijk maar naar Poetin met zijn consorten. Ja. Dus, nou, dus het is allemaal theorieën. Die laten vallen. Het is politiek. De natuur gaat aan de natuur. IJstijd. Ja. Dus, weet ik niet. Het is een beetje, je kunt het vergelijken op een heel ander niveau. We hebben het wel eens over reïncarnatie. Nou, daar geloof mee in, geloof ik. Ja, er is iets van Gilgud Neshamot. Dat zielen komen terug, kunnen terugkomen. In mythologie. Ja. Hoe dat precies werkt, daar weet ik niet, ik heb geen verstand van. Maar er is dat Gilgud Neshamot. Alleen, er is één ding heel belangrijk. Als ik een Gilgud zou zijn van mijn voorgaand leven. Het zou best kunnen zijn, ik heb geen enkele herinnering, geen enkele band ermee. Als ik nu leef na 120, dan neem ik afscheid. Ja? En wie weet, misschien kom ik eens een keer terug. Dan heb ik zelf geen enkele herinnering of iets aan dat voorgaande. Dat weet helemaal niet. Dus net zoals als een Gilgud geen herinnering heeft aan een voorgaand leven of geen band krijgt met het volgende leven. En dus ook geen band met die voorgaande wereld. Sommige mensen beweren dat ze dat wel hebben. Ja, oké. Okay. Maar we zeggen toch ook altijd, het eerste letter van de Torah is Bereshit. Ja, ja. In een begin. Er wordt altijd staat in den beginnen. Maar Bereshit is, dat in? Is een ja, begin. Dus, en dan is er nog iets, de eerste letter, Beet. Ja, je moet niet kijken. Die is gesloten, bovenkant, rechts. En ja, je kunt niet daarachter kijken, want daarachter zit. Dus moet er geen moeite mee doen. Ja. En alle vet kwaad, maar dat is dus met analogie met de Aseret HaDibrot. Dat wordt er wel als eerste van de Aseret HaDibrot. Dus hoe kwamen we dan? Hoe kwamen we dan aan de oh ja, ja over je vader en moeder gelaten. Dus nou weten we een beetje wat er allemaal in deze pasuk zit. Hè? Twee keer de uitdrukking hoe gaat. Ik weet van jou, ik weet van jou persoonlijk. En ik weet dat je je schoonmoeder hebt gedaan enzovoort. En je hebt je oude vader en moeder verlaten. En je ouderlijk huis. Dus dat moet de Shem Shemaim zijn geweest. Hoe weet Boas op dat zijn vader en haar moeder heeft verlaten en haar geboorteland, dat het de Shem Shemaim is? Maar het is nog steeds zo dat er hoeft maar één te zijn die met het nieuws komt en het verspreidt zich razendsnel zonder mobiele telefoon door de wereld. Dat wat? Roddeltjes. Nee, dat is iets anders aan de hand. Hè. Zij had ook een avonturiste kunnen zijn. Ja? Ik neem een disja, heet het geloof ik. Hè? Ik ga er een jaar tussenuit. Ik ga op reis en ik, ja, weet je wel. Ja, sabbatical, daar weet ik van. Ik wil rondtrekken. Ik heb thuis wel gezien. Ik vind Moab niks. Wat is het subsumine? Welke component heeft deze zin? Wat van inhoud? Heb je vader verlaten? Heb je moeder verlaten? Heb je geboorteland verlaten? Wat was de tweede van de opdrachten die Avraham Avinu heeft vervuld? Hij heeft toch 10 keer beproefd. Leg nog gewoon mijn artsen. Leg nog gewoon mijn artsen. En hoe gaat het verder? Ja, als je. Nee, leg nog mijn artsen. Mijn land is gewoon. En van je geboorte gewoon. Je bent zo wie goed, huis van je vader. Ja. En ga naar het land wat je zal eigen. Ja. En dat wordt gezien als een grote verdienste. Van de ramp, want dat was de Shem Shemaim dus. Als de verdienste was de Shem Shemaim. Dus Boaz zegt: hé, wat jij hebt gedaan. Dat heeft Avraham Avinu ook al een keer gedaan. En daar was het dus goed. Dat is één van de 10 beproevingen die hij doorstaan had. Dus zie ik dat het de Shem Shemaim is. Dus Boaz had er wel een bewijs voor. Het is niet alleen een soort aanname. Of... Goed. En dan hangt er ook een prijskaartje aan. Een positief prijskaartje voor ons. Dat zien we volgende keer. Want Boaz gaat verder met zijn. Als je... Ja, dan moet je hier woord in gebruik waarvan ik denk dat het wel anders zal zijn in jullie vertaling.
van Thomas zegt, van precies, de eeuwige zal uw daden vergelden en uw loon zal volkomen zijn enzovoort. Maar het vergelden, dat heeft tegenwoordig. Tegenwoordig wel, maar de eeuwige zal je belonen. Dat vergelden betekent te gelden maken. Ja, dus je kunt verzilveren. De eeuwen zal jouw daden verzilveren. Dus dan wordt het tegenwoordig verkeerd gebruikt. Het woord vergelden. Of wij kunnen alleen een soort negatieve connotatie hebben. Je zal je straf krijgen. Ja, iemand wil het verkopen. Maar dat is hier iemand duidelijk. Iemand wil verkopen. Ja, ik weet niet of het ooit... dat het ooit positief wordt gebruikt. Maar ja, in feite betekent het wel positief, zeker hier dus. Ja, duidelijk. Maar we kunnen wel dus ter gelden maken. Ja, verzilveren. Je moet, dat kennen we ook. Iemand moet zijn goede daden verzilveren. Ja. Belonen, nee, tot zijn belonen staat hier. Maar het is een beetje ingewikkeld, want dat is een lange malbeen hoor. Een ingewikkeld ook, maar wat staat hier namelijk? Yeshalem Hashem Paleg. God zal je, hier staat precies, de eeuwen zal je belonen voor wat je deed. Utehim maskwateg shelema min Hashem. En je loon zal volkomen zijn van de eeuwige, staat hier in de moderne vertaling. Wat zegt de oude vertaling? Ja, maakt je onderscheid tussen een en ander? Nou, je loon zal volkomen zijn van de eeuwige. De God van Israël enzovoort. Maar hoe begint het? Het begon anders bij jou. Ja, de eeuwige zal uw daden vergelden. Ja, dat is één. En? En uw loon zal volkomen zijn. Ja. Dus hij gebruikt twee verschillende uitdrukkingen. Vergelden nee. En je loon zal volkomen. Nee, in een nieuwe vertaling wordt dat helemaal niet gezegd. Dus. Nee, de belonen en loon. Dat nee, belonen. Maar de Balmin gebruikt, zegt wel een degelijk verschil. Een heel wezenlijk verschil tussen het eerste, namelijk pa'aleg, jouw inspanningen. Hashem zou betalen voor jouw pa'ula, voor jouw werkzaamheden. En, daar zit het woord schier in, van inhuren. Maskoteg, shalema met Hashem. En jouw ingehuurde diensten van Hashem, die zijn volmaakt. Nou, dan zullen we kijken wat dat betekent. Elokei Israël, de God van Israël. Asher, waarom is dat? Waarom zijn die vermaakt? Asher was, omdat je gekomen bent. Lachasot, tachat knafaf, om zich te... Je bent gaan schuilen onder zijn vleugels. Dat is een mooie uitdrukking die gebruikt wordt ook voor Giel. Iemand die zich beschutting zoekt onder de vleugels van Asher. Nog steeds geen rasje, maar wel een... Een stukje allemaal weer waar we nog iets van mee kunnen beginnen. We hebben gezegd. Roes had twee dingen gedaan. Ze had zichzelf netjes gedragen en ze had zich ontfermd over haar schoonmoeder. Dan zegt de Malbim. Yeshalem. Hashem zal jou belonen of te gelden of doen vergelden. Neger, dit is ten opzichte van Masha Asit in Gamoteg. Wat je gedaan hebt met je schoonmoeder. Yeshalem Hashem Paloch, Hashem zal jou belonen voor jouw dienst. Je hebt je zo ingespannen voor je schoonmoeder, Hashem Yeshalem Paloch zal jou belonen voor al je inspanningen. Vernege Mashiach, maar dat van, ten opzichte van dat jij Megare bent geweest, Tehi Maskuteh Shlem Hashem, zal jouw beloning, jouw verdiensten, volmaakt zijn voor Hashem. Dus twee dingen. Beloning en vergelding, of hoe jij het moet noemen. De beloning en jou, dat je ingehuurd bent, als het ware. Het een gaat voor, de beloning gaat voor wat je van je schoonmoeder hebt gedaan. En dat, wat je aan huur ontvangt, is omdat je bent gaan schuilen onder de vleugels van de schina. Je bent mekaar geweest. Namelijk met Satsu, want hij is Elokei Israël, de God van Jozef volk, Umashgiach aleihem en bewaakt hem, en Baragerim Hanilvim aleihem, en ook de Gerim die er ook bij begeleiden, dus Hashem waakt over de Bnei Israël zoals ze geboren zijn, en de Gerim, dezelfde manier,
Ube Midras, de Midras vertelt hier, Omar Rabgassen, Rabgassen zegt, als je boze lachers, tas knof af, dat die term van je bent beschutting gezocht onder de vleugels van de schinnen, dat is Giyui. Hoe alpi, Masje Kosafti, en dat wat ik al eerder heb geschreven, volgens dat, beperis Tors Hashem, in het, mijn verklaring Tors Hashem op Pashas Kedoshim, dat is de verklaring van de man op Pashas Kedoshim in de Beikra. Zes hefdeel, dat er een verschil is bij een schaar en bij een peula. Dat is verschil tussen huur, die iemand gehuurd is, en peula, iemand die een poel is, een arbeider is. Een dienst verricht. Een loondienst. Ja. Er is een verschil tussen schaar en met peula, tussen beloning en tussen beloond worden voor je diensten en suggie, iemand die gehuurd is, en bij peula iemand die in dienst is of die werk verricht. En wat is het verschil, Frank? Klop, klop. Ah, ziet u. Ja, ja. En wat is namelijk het verschil? Je hebt peula. Want nou, de arbeider, makkelijk te vertalen. O, oeman, of de vakman. Die kabel schaar, hij ontvangt betaling. Bij Atamalagasjos, vanwege het werk dat hij doet. Een loodgieter betaal je voor de klus die hij doet. En de timmerman ook. Le Moshe, of hij geeft een ander voorbeeld. Hij gaat de kleermaker. Osso Baggett, die maakt een pak. Een stuk. Om een kabel schaar achter en hij krijgt daarvoor betaald voor het werk dat hij heeft verricht. We zien ik een peula, en dat wordt een peula genoemd. Lood, Sheloka, Schapelos, want hij wordt betaald voor zijn werkzaamheden. Awa, maar Haschir, maar iemand die ingehuurd wordt, Muska, die wordt ingehuurd als mankotsu voor een bepaalde vaste tijd. Le Moshe, bijvoorbeeld Sloshonim, bijvoorbeeld voor 3 jaar. Iemand huurt of contracteert een werknemer of voor een bepaalde zoveel jaar, voor een bepaalde tijd. Dat is dus anders. We zouden bijna kunnen zeggen, die kleermaker, dat is een stuk werken. Stuk doen, ja. Ja. ZZP'er. Ja. 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 Ben maar, en maar diegene die voor een paar jaar werd ingehuurd, ben ja, ze is hem nog, of je nou wel werkt, ben lo, of het doet niets. Hij moet toch betaald worden. Hij moet ook wel werken, maar goed, als er bijvoorbeeld geen werk voor hem is, hij is wel ingehuurd. Dan moet hij toch of hard werken, minder hard werken, hij moet gewoon betaald worden. En zo, nee, en zo, alcohol, mitsvah, over iedere mitsvah, je kabel schaar, misschien artsman, de poil. En over, zo, net zoals ons, over iedere mitswe krijgen wij een beloning, bepoel, vanwege het werk wat verricht is. Als wij 's ochtends tfilin leggen, dan kunnen we meteen een nota sturen. Ja? Ja. Factuurtje sturen. Ja, dat weet u. Ja, we worden ervoor betaald. Nou ja, hoe, wanneer, wat. Ja. Sturen we allemaal. Krijg bonus. Voor iedere mitswe is een beloning. En daar, als hij om daarom zet, staat hier, dat zegt Boaz, je zal Hashem toeleggen. Hashem zal jou belonen voor jouw daden. Voor alles wat je voor je schoonmoeder hebt gedaan, wat doet, iedere stap die je neemt, daar krijg je beloning voor. Oelam maar, al maar Shabbos is geheim, maar dat je geheim bent geweest, je bent toegetreden naar het Jodendom, Shabbos kabel oleo. Zij heeft op zich genomen. La wat er wordt Hashem, om Hashem te dienen. Hoe de kaim komt zichzelf in al zijn mitsen te vervullen. De himmelske moskers, dat is ze eigenlijk als iemand die ingehuurd is, of zich heeft laten inhuren, of ze staat onder contract. Kol je met Gaia, al haar levensjaren, la wat er wordt ze om hem te dienen, om Hashem te dienen. En dan, om Osmogius gaat, en dan komt haar toe, het beloning, die Shalomlos gaat, die gewoon een eeuwigdurend salaris. Beentassen, bij lunchen, of ze wel die mensen die het ook niet, die mensen niet doet. Ja, soms heeft een mens de gelegenheid om veel mensen te doen, om soms weinig mensen te doen, maar je krijgt altijd dezelfde, want zij is toegetreden, zij is mijn jaren geweest. Ze aflohegia is een mens, zelfs als er
een bepaalde mitzwa niet haar weg opkomt, die kan ze niet gaan doen, begon ze desalniettemin te kabel schaber shalom. Ontvangt zij haar loon, want ze is toegetreden tot Klal Yisrael. Dus dat is het verschil tussen die twee uitdrukkingen. Hier staan Yisrael Hashem po'aleich en maskoteich. Het ene is, je bent ingehuurd voor een passende periode, dat is de gior, en de daden die je hebt gericht, dat is onder andere wat je voor je schoonmoeder hebt, doet. Dat is wel eens, ja, maar als je dan, je bent in dienst met Hashem, dan hoe kun je zeggen, ja, ik heb niet zoveel mitzvahs gedaan, want jij, je kunt, met jodelen kun je de hele dag bezig zijn. Dat is verteld van meneer Cohen. Je kunt niet, je bent de hele dag erbij bezig, bij elke handeling realiseer je het. Zeker als je een niet-Joodse omgeving. Ja. Dat is die meneer Polak, die komt naar 120 boven. En die Malmste heeft die lijst voor zich. Hij zegt, meneer Polak, je hebt niet zoveel mitzvahs gedaan in je leven. Nee, ik niet veel mitzvahs, moet je bij de Gabbe komen. Die hebben zo weinig mitzvahs gegeven. Maar dat is dus hier wat de goede man in de kast noemt. De Alzee oma. En daarom staat de Zutee, masker tegen. Shalema, je zult volmaakt beloning hebben. De Rav Shalom, daarmee wordt bedoeld, schaartemidi. Een voortdurend salaris. Iedere maand op betaaldag, dat staat op je rekening. Voor onbepaalde tijd. Zeebaar, nou ja, tot 120. Dus, ja, onbepaalde tijd. Oké. En waarom is dat zo? Zeebaar wordt het is omdat, als je bossen lag, als je bent hier gekomen om je te schudden onder de vlucht van de schuur. Zoals nazi's. Want daardoor, door het toetreden Schir Lashem, ben je in dienst van de eeuwige, al kool je mee ga jegen, alle dagen van je leven, omagierlach, schaart hem hier. En dan heb je ook recht op dat voortdurende loon. Dat is hetzelfde, dat wij hebben dat ook gedaan, als niet gerim, hebben we het ook gedaan wanneer? Toen we hebben gezegd, nazi en nisma. Toen zijn wij ook in dienst getreden. Dat was ons contract. Eeuwigdurende erfenis. Ja. Al zei om Rab Gassa, en daarom zegt Rab Gassa dus in de middras, als je bos de Gassa is, je bent gekomen om beschutting te vinden, wat slomme ze al zo zo. Over dat moment, Magierloch, schaart je mij, vanaf dat moment, vanaf dat je toen je beslissing hebt genomen, heb je recht op dat voortdurend loon. Behalve dat, iedere keer als je trein mitsvah, als je daadwerkelijk een mitsvah voldoet, verricht, magia, schapen, ola, ben je goed. Goed met schijnlijk kolen, dan krijg je daar ook zijn prijs voor betaald. Dus zo'n regeling hebben wij ook met de baas. Wij krijgen betaald voor voortdurend lid te zijn van het jodendom. Ja? Maar behalve dat krijg je ook betaald voor per handeling. Nou, dan gaat er iets, ja, we kunnen dat wel doen, maar dat gaat een beetje in de mystiek allemaal. Van hoe werkt dat dan boven? En dat heeft dus niet zo ver met de persoon zelf te maken. Ja. Maar hier zien we in ieder geval hoe we de posten. De Shalom Hashem Polech, Hashem betaalt voor je beloning. Ja. Dat is dus voor iedere handeling. Utsi Maskoteg, Shalema en jouw maandsalaris gaat ook gewoon oneindig door van Hashem. En dat heeft te maken, twee dingen. Allereerst omdat je dus goed voor je schoonmoeder hebt gezorgd. Of je zorgt goed voor je schoonmoeder. En je bent mekaar geweest. En dan hebben we dus alles alweer. De beloning is heel groot geweest, want zij kon toen niet overzien, maar wij wel, dat ze David heeft voortgebracht. David heeft Shmuel voortgebracht enzovoorts. En die hebben het huis van Hashem mogen bouwen. Ja, ja. Mm-hmm. Maar dat, misschien wist ze dat wel dat dat eraan zou komen, maar dat weten we dus niet. Dan zullen we nog eventjes, misschien gewoon even de vertaling van Pasuk Yud Gimel. Wat dan?
Ja, zij zegt dus, emso geen benen, maar laat mij gunst vinden in uw ogen, de nieuwe meester. Kinigamton, want u hebt mij getroost. Begin die buiten al leef, zich te zeggen. Want u sprak tot het hart van uw dienares. We analogie, maar ik, lo en jeek aas, zich te zeggen. Terwijl ik niet eens een van uw dienaressen ben. Hier spreekt dus een bepaalde bescheidenheid uit. Ik ben niet eens een van uw dienaressen. We zullen laten zien dat wanneer ze straks gaan eten, dan geeft haar extra eer, bewijs dat laat zien dat ze wel werkelijk meer is dan een dienares. Maar zij, hoe zegt hij, zij stelt zich heel bescheiden op. Ik heb hier als vertaling staan, uw dienstmaagden. Ja, dat is de meid. En Rashi zegt het ook letterlijk, die bescheidenheid. Ik ben niet eens zo waardevol als een van uw dienstmaagden. Ja. Ja. Waarom? Waarom zegt ze dat? Ik bedoel... De dienstmaagden, dat waren of slavinnen die eigendom waren van Boaz. Ja. En dat betekent dat ze bepaalde Joodse status hadden. Of ze waren Joodse vrouwen. En ik ben maar een Moabitische vrouw. Ik heb net al verteld. Ja, ik ben maar Boaz. Ik zou eigenlijk niet eens hebben mogen toetreden tot Joodse vrouw. Niet weten dat dat later dus nog duidelijk recht wordt gezet of ze wel degelijk kan toetreden. Dus, maar zij is het verschil waarschijnlijk. Goed, tot zover. Dan gaan we volgende keer verder met de Maden. Even weten hoe het precies wat. Ik ben deels weg, deels niet verder. Nee, ik ben 27 juli.